mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Review. En in deze video, zoals je kan zien, ben ik level 55. Super ziek natuurlijk dat we dat... Ik ben al best hoog level natuurlijk in Infinite Warfare. En ik dacht van, weet je, ik had in het begin van de game, toen ik Prestige 1 werd, ook een video hierover gemaakt. Ho, ik druk nog een knopje in. En dat is dat ik Prestige ging en dat ik gewoon... Ik ga nu mijn stats laten zien en hoeveel dit en mijn KD dat en mijn class. En dan gaan we ook natuurlijk een potje Team Deathmatch doen met de nieuwe Prestige. En ik ben nu Prestige 7 op dit moment en ik kan naar Prestige 8 gaan. What the fuck. En laten we maar eerst even Prestige gaan en dan gaan we even kijken... Want natuurlijk mijn stats zijn, mijn KD en zo. Ja, het is niet heel goed. Het is ook niet heel slecht. Het is gewoon een beetje van... Meh, het kan beter, maar het is wel oké. Dus laten we Enter Prestige doen. Continue. En we zijn nu gewoon precies fucking 8 als het goed is. Holy shit. Natuurlijk heeft Infinite Warfare natuurlijk een leaderboard ingedaan. En dat werd wel eindelijk weer een keer tijd. Dus we gaan gewoon dit even checken. Laten we eerst even bij medals kijken... Ik heb best wel veel bloedtussies, 1923 natuurlijk. Ja, ik weet niet echt of dat veel is. Dit boeit niet echt veel. Maar wel even hoeveel nukes ik heb of zo. Ik weet niet waar dat staat. Volgens mij staat het hier beneden. Ik heb 91 unstoppables en 12 juggernaut. Dat had er dus in dat je 12 nucleairs, dat is een 30 kills without dying, staat er ook rechts onderin. Dus ik heb 12 nucleairs gehaald en volgens mij iets van 16, 17 deatomizers. Maar dat zie ik op dit moment niet hier staan. En voor de rest, ja, streakout, ja. Wat boeit het dat je een destroyer talon, weet je? Dat is allemaal niet zo interessant. Leaderboards, even zien. Kills sta ik best wel hoog van mijn vrienden. Ik heb 30.000 kills en 30.583 kills en 14.928 deaths. Dat had er dus in dat ik 2.05 KD heb. En dat is wel sick, though. Ik sta vierde van mijn vrienden, van al mijn vriendenlijst natuurlijk. En ja, dat vind ik wel ziek. En dat is super awesome bij wins. Ik heb 1166 wins en 326 losses. Natuurlijk heel goede win-lose ratio, vind ik persoonlijk. En score is natuurlijk ook super hoog. Oh, je kan zelfs zien hoe vaak je hebt, hoe lang je hebt geplayed. Zo, dat is wel ziek. Ik heb 5 dagen en 8 uur en 15 minuten gespeeld. Op zich is dat natuurlijk best wel lang als je kijkt. Ja, dat is gewoon best wel lang eigenlijk. Mijn vrienden hebben eigenlijk ook wel ongeveer zoiets. Een paar hebben 8 dagen, een paar 5 dagen, een paar 6 dagen. En ik heb dan 5 dagen. Dus ik zit er wel redelijk gewoon tussenin, weet je wel. En een paar wat minder, maar ach ja. Dus dat was mijn score natuurlijk. Mijn KD is dus 2.05, zoiets zal het ongeveer zijn. Dus ja, we gaan natuurlijk een potje TDM doen. Maar eerst ga ik nog even een class aanmaken. En ik ga met de NV4 spelen. Ik ga gewoon laten zien wat mijn chillste class is voor, God. En ik zet gewoon een mooie Diamond Camo erop. En een mooie Dead by Hang ding hangetje erop. En wat ik altijd op een NV4 zet is een ELO. Soms zet ik het er niet op, soms weer wel. Ligt er natuurlijk aan of je het even chill vindt. Ik vind het persoonlijk dat je... Ik switch heel vaak daartussen. Dus de ene keer doe ik het wel, de andere keer weer niet. Dan hou je een beetje de variatie met de NV4 erbij. En ik zet er ook altijd een suppressor op. En quick draw. Soms zet ik ook extended max aan, maar dat kan nog niet. Omdat ik nog niet level 13 ben. En de perks zijn dexterity. Wat ik nu even ga vrijspelen. Want ja, over 5 levels kan ik dat... Weet je, ik heb toch alles eigenlijk al wat ik vrij wil spelen. Dus we gaan even naar perks en we unlocken even dexterity, bots. En die gebruik ik altijd op mijn NV4 class. Dexterity, scavenger en Kung Ho. Soms gebruik ik ook ghost hier, maar dat ligt gewoon aan of ik daar zin in heb of niet. En ik gebruik altijd de Merc Specialist met de mooie reactive armor. En ja, daar zet ik ook even een mooi pakje aan. Dit heb ik altijd en dan dit. Zo, maar jongens, we gaan natuurlijk 1 potje TDM doen. Dus we gaan gewoon kijken of we een lekker potje kunnen gaan neerzetten. Dus ik zou zeggen, tot in de game. Tot zo. Zo mensen, we zijn natuurlijk bij een potje aangekomen. Het is op de map Genesis. Een super chille map natuurlijk. Ik vind het wel een van de chillste mappen uit IW. Dus we gaan gewoon lekker spelen met de NV4, met de Reflex, de Quick Draw. En we gaan gewoon knallen en hopelijk gaan we gewoon super chille scoren inzetten. Ik ben natuurlijk alweer precies 8, dus dat is echt super ziek natuurlijk dat ik al zo hoog level ben. Dus dan moeten we ook een beetje laten zien dat we een beetje goed kunnen spelen. Dus let's fucking go. Oké, het staat 1 links. Kut, ik zag hem net te laat.
En Janice is natuurlijk wel een klein mampie. Dus ja, we moeten wel een beetje oppassen voor dat we niet... wat een killsteal. In de hoekies overal worden gekild. Want er zullen vast en zeker meerdere mensen op één plek zitten. Waar komen die nou? Rechts? Oh, je toch rechts. Ik dacht al, what the fuck. Dus, oké, ze zitten allemaal in het huisje. Dan gaan we ze even opwachten. Ik kan... Oh, shit. Oh, ik had hem bijna, hè. Ik kan nooit opwachten, jongens. Ik kan het niet. Ik ren er altijd dan weer op af. Puur omdat het me te lang duurt of zo. Hier zit er een... Oh. Kijk, dit bedoel ik, jongen. Deze enemies... Holy shit. What the fuck? Hij schoot zo'n gekke RPG op mij. Zag je dat? Want ik kon weer niet wachten. Oeh, what the fuck? Ze spannen hier allemaal. Hoe dan? Deze mensen echt iets. Weet je wat hun doen? Kijk, hier, ze komen aanrennen. Zien een paal, gaan ze de bucket achter en komen ze voorbij. En dan schieten ze die dood. Echt. Ik snap deze speelstijl van deze enemies niet, jongen. Dat is echt raar. Maar oké. We moeten er maar mee leren omgaan, hè. Daarin. Hier gaat er een komen. Of rechts. Oh, ik heb het recht. Oh, die vent werd echt geowned daar, jongen. Kijk hier. Hij gaat nu links. Zie, ik zag hem daar al liggen, hoor. Kijk, doei. Deze mensen, jongens. Ze zijn echt niet aan het opletten. Dat is natuurlijk wel chill, maar ook weer irritant. Want ze spelen echt sloom. Kijk, hij gaat dan liggen op de grond. Ik snap het niet. Het is wel een hele lange dropshot dan voor die guy. Hij blijft er gewoon 10 jaar liggen, jongen. Holy shit. Kijk, spannen ze hier? Oké, iedereen liefst al. Bro, we spelen tegen 2 mensen. Kom op, man. Zo op een goed... Oké, iemand gaat 12-1. Oké. Die vent gaat lekker, jongen. Oh my god. Waarom liefst iedereen, man? Oh, ik zag hier iemand spannen. Waar is die nou? Hallo? Huh? Ik zag hier serieus net iemand. Oké, achter joint alweer een. Oké, dat is in ieder geval chill dat ze wel weer joinen. Connected armor. Bots. Oh, hij had me ook nog bijna, die vent. Dat is wel chill aan reactive armor, heet het in dit spel. Dat gewoon, ja, het werkt wel chill, maar soms ook weer niet, weet je. Soms word je er iets sneller door gekilled, vind ik. Gewoon iets te snel dat je gewoon dat ding inroept van, hé, ik ga deze kill overleven. En dan word je alsnog binnen 2 kogels neergeschoten. Dat is kut, jongens. Kut met peren. Oké, iemand links. Hots. Oh, wat... Ah, jongens. Het wordt gewoon een killsteal, jongens. We spelen maar tegen 3 man. Dit is lekker weer. Het is geen lekker weer, maar het is... Oh my god. Het wordt gekillsteeld, jongens. En dan ga ik zelf weer dood. Dat is zo kut, jongen. Als alles gekillsteeld wordt en dan ben jij ook kut. Dan ben jij bij degene aangekomen en dan word jij gelijk weer gevloerd. Achter die sentry gun komt er een. Doei. Maar kijk, die e-loscope geeft... Dat is gewoon chill om... Ja, gewoon precisie te werken. Ik vind dat je veel preciezer kan richten met dit ding. Dus ja, ik geef het zeker... Ik geef het zeker als tip om dit op je MVV te zetten, jongens. Echt chill. Je bots neer. Want ik vind de elescope of de normale scope vind ik wel chill. Rank 2 trouwens. Alleen, ja, ik vind dat het een beetje te... Ja, ik weet niet. Ik kan er niet heel precies mee schieten. En met de elescope wel wat meer. Oh shit. Wat? Ik sprong achter de muurtje. Zag dat? Oh my god. Deze mensen hebben zo geluk. Tuurlijk, camper. Die vent is nog gerekt ook. Oh, hij is al dood. Trouwens, jongens, ik speel op sensitivity. Even kijken. 7. Ik vind het een hele chille sensitivity. Puur omdat je gewoon... Je kan mensen alsnog turnen, maar je aim schiet ook niet overal de kant op. React farmer. Oh my god. Gaat hij nog terugkomen? Die blijft lekker staan, joh. Lekker slim. Oké, ik heb ook de scoortjes aanstaan. Puur omdat ik geen andere streaks kan. Hots. Maar dit gaat echt lekker, jongens. We hebben bijna met mijn warden. Oh, lekker 2 kills. Er zijn weer mensen gejoined. Ik denk al, ik ga opeens veel meer killen. Dat is super tof dat natuurlijk mensen ook weer joinen. Super sick. Trouwens, jongens, ik hoorde van Jeffrey dat de mission teams een soort update hebben gekregen. Want ik heb alle mission teams uitgespeeld. Voor de update, zeg maar. Warden trouwens. En ik dacht van, hey, ik kan geen salves meer krijgen, weet je wel. Iedereen kan salves krijgen na zoveel levels in je mission team, level 3 trouwens. En ik krijg dus dat niet meer. Maar dit is volgens mij, je krijgt ook steeds wapens. En als je bijvoorbeeld level 50 bent, hè, dat is hoger dan wat je eerst kon, krijg je de Mark 2 van de wapens van die je kon krijgen. En dat is sick, dus krijg je ook weer salves en kan je tot level 100 gaan levelen. En dat was super sick. Maar jongens, dit was natuurlijk een potje. We gingen gewoon 27-7. Het was een beetje mad dat de mensen gingen race quitten. Maar ach joh, we hebben gewoon chillen potje neergezet. We zijn level 3 geworden, dus super awesome. Super awesome. Ik wil jullie keihard bedanken voor de support, jongens. Want het is echt insane. 5000 abonnees. What the fuck. Echt ziek, jongens.
Dus ja, ik vond het super tof om deze video te maken. Hopelijk vond jij dit ook super leuk om naar te kijken. Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. Abonneer op mijn kanaal en een leuke reactie wordt altijd gewaardeerd. Dat zou ik super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen. We'll be right back.